Het kabinet moet zich echt gaan inzetten om de overlast van Oost-Europeanen in Den Haag en Rotterdam op te lossen. Dat is de conclusie van een parlementair onderzoek naar de toestroom van Oost-Europese werknemers. In het eindrapport zegt de Tweede Kamercommissie geschrokken te zijn van het grote aantal malafide uitzendbureaus en de praktijken van huisjesmelkers. Volgens de Kamer heeft het overleg daarover tussen het kabinet en de gemeente Rotterdam en Den Haag niets opgeleverd. En is het tijd voor drastische maatregelen waarbij de regering het voortouw moet nemen. Het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een goed pensioen in Rotterdam wordt per 1 januari afgeschaft. Dat blijkt uit de bezuinigingsplannen van de gemeente. Alleen 65-plussers met een laag inkomen mogen nog gratis reizen. De gemeente moet de komende jaren nog eens 80 miljoen extra bezuinigen om een gat in de begroting te dichten. Dat is ontstaan door extra uitgaven aan bijstand. Er wordt ook extra bezuinigd op cultuur, onderwijs en onderhoud van de buitenruimte. Welke tunnel moet er komen onder de nieuwe waterweg? Die vraag is vandaag aan de orde op een hoorzitting in de Tweede Kamer. De gemeente Vlaardingen verzet zich tegen de Blankenburgtunnel, die door het groene gebied ten westen van Vlaardingen zou moeten komen. En de gemeentes op Voorne-Putten verzetten zich tegen de Oranje-tunnel, die tussen Maassluis en Hoek van Holland moet komen. Minister Schulz van Infrastructuur wil in november een beslissing nemen over welke tunnel het wordt. Vrijdag kunnen we opnieuw genieten van een schitterende nazomerdag. Het is zonnig, droog en erg warm met temperaturen tot 24 graden aan toe.